stonden goed. We gaven weinig weg. De kleine kansen die we hadden in de eerste time hebben we niet goed uitgespeeld. Dat betekent dat het 0-0 aan de rust was, maar we weten ook dat we normaal gezien meer ruimte krijgen in de tweede helft. Dat was ook de bedoeling. Daarmee ook de inbreng van Klaas Drok met de snelheid dan. En uiteindelijk goed uitgedraaid. We hebben kans gehad, we hebben dan gescoord. Oké, met een ongoal, maar na een actie van ons was een fout moeten maken. En uiteindelijk, behalve dat shot op de paal, hebben we net niets weggegeven en wij nog kans gehad om de score uit te diepen. Ik vond dat we een heel volwassen match gespeeld hebben. In de eerste helft gewoon goed de bal in de ploeg houden. Twee ploegen eigenlijk die niet echt wouden aanvallen eigenlijk in de eerste helft. Maar goed, ja, we komen eigenlijk met een lucky goal voor. Daarna hadden we wel de beste kans gehad om eigenlijk het volledig af te maken. Dat hebben we spijtig genoeg niet gedaan, waardoor dat we op het einde wel nog een beetje die druk komt en zo. Maar uiteindelijk, ik denk dat we gisteren niet zoveel energie hebben verbruikt. niet zoveel energie hebben verbruikt om met de match, met de over de match van zaterdag. Dus denk... Ik word daar zo moe van. Ik word toch zo moe van alles wat ik denk of doe. Ik word daar zo moe van. Ik word daar zo moe van. Hou me nu toch wakker, want mijn ogen. Van...